De subsidie op elektra van 150 SAD voor niet-huishoudelijke, dus klein-commerciële klanten, is per 1 juni 2023 stopgezet. Bij de introductie van de nieuwe tariefenstructuur op elektriciteit in 2021 kregen enkele groepen nog subsidie. NV-EBS heeft vandaag laten weten dat de subsidie voor niet-huishoudelijke klanten is wegkomen te vallen. De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nederland, Marjolein Sonnema, heeft samen met een delegatie vandaag een bezoek gebracht aan minister Ramadien in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Suriname voor de gezondheidssector. Tijdens dit bezoek is de stand van zaken besproken omtrent de voortgang van het herstelplan voor de zorg. Tevens wordt tijdens het bezoek van Sonnema gesproken over de besteding van de restant verdragsmiddelen voor de gezondheidssector, waarbij het oprichten van een zorgenautoriteit daar een integraal deel van is.